Dit is de meest noordoostelijke plaats van Spanje, Portbou. Op zich niet zo heel opmerkelijk, maar wel een heel interessant monument. Dat is dit. Het is ter nagedachtenis van Walter Benjamin. Hele interessante man. Moet je maar eens opzoeken op Wikipedia. Lang verhaal. Portbou is ook de start van een nieuwe trip. Middellandse Zee achter me. En ik reis aan de onderkant van de Pyreneeën door naar de Golf van Biscay. Om daar eens te kijken hoe de temperatuur van het water is. Gaat natuurlijk in het campertje. Gaat een mooie rit worden. Check hem uit. Figueres, de eerste stad op een route midden in Catalonië en natuurlijk onlosmakelijk verbonden met een de Salvador Dali. Hier geboren en ook zijn laatste rustplaats. Dit is het museum. Even kijken nemen. Hier zie je dus Abraham Lincoln. Maar het rare is, als je hier dus staat met het blote oog, zie je alleen maar de blote vrouw. Dus ik zet hem even uit en ik ga voor de blote vrouw. Van mijn route ietsje zuidelijker gegaan omdat er een dagje slecht weer aan zat te komen en dan kan je maar beter in de stad zitten. Dit is Girona, fantastisch leuke stad, mooi middeleeuws, mooie stadsmuur, maar man, dat komt met bakken uit de hemel. Biertje doen. Eigenlijk volg ik met deze route de natuurlijke grens tussen Frankrijk en Spanje. Ik probeer die zoveel mogelijk door de Pyreneeën te volgen. Begonnen helemaal aan de oostkust in Catalonia en ik ga hem eindigen in País Basc, oftewel het Baskenland. De weg die daartussen doorgaat is de N260. Die eindigt ergens in Aragon. Moet ik een paar andere wegen nemen, maar min of meer hetzelfde. Ik sta nu bij het dorpje Martinet en achter me... Daar zijn de bergen. Dus het is het dorpje Martinet. En daarachter liggen de bergen van Andorra. Dat geeft aan hoe dicht ik die grens aan het volgen ben. Super gaaf camperplek gevonden via Campercontact. Gratis plek. Dus geen voorzieningen. Maar ik ben zo voorzienend. Ik heb mijn eigen zonnepaneel. Ik heb mijn eigen water. Dus wat dat betreft perfect. Ik moet alleen even een doucheplek zien te vinden. Dat kan wel eens een uitdaging worden. In ieder geval het dorpje om te eten en om te drinken. So far so good. Camperplek, rivier, bad.
tijdje langs de N62 gereden. Ik zit nu net in Aragon. En dan kom je bij zo'n fantastisch beekje uit. Ja, dan moet je even het zweet van je rug afwassen. Kilometer boven Gakka, waar ik afgelopen nacht heb verbleven, ligt het plaatsje Canfranc Estación. Dat ligt echt tegen de Franse grens aan, hoog in de bergen. Er is ooit een treinstation gebouwd in 1928 en dat, toen het gebouwd werd, was het het meest iconische, het grootste, het meest moderne treinstation van Europa. Er kwam vrij snel en abrupt een einde aan. Iets met de Tweede Wereldoorlog, spanningen tussen Frankrijk en Spanje, waardoor de tunnels achter mij in Frankrijk werden geblokkeerd, de rails werden afgebroken, het treinstation was niet meer bereikbaar. Er zit wel een historisch verhaal achter, want de nazi's hebben dit station wel gebruikt in 1945, hebben ze de tunnel even opengebroken en al die dingen meer, om al het nazi-goud, of althans een deel ervan, en een hele hoop kopstukken van de nazi's door te sluizen richting Zuid-Amerika. Franco zat hier toen nog de tijd, dus die hielp daar wel in mee. Tegenwoordig is Canfranc helemaal in ere hersteld. Het oude station staat weer zoals het ooit was. Er zit tegenwoordig een hotel in. Dat is te boeken via booking.com. €240, exclusief ontbijt. Ik slaap vannacht gewoon weer in de camper. Ik ben aangeland in Biscarrés. Klein plekje. Met alleen maar één kroeg. Daar zo. Een paar huizen en een waanzinnig leuke camperplek. Tussen de olijfbomen. Biscarrés ligt ongeveer tussen Gakka en Zaragoza. Ik ben even ietsje zuidelijk van de route afgeweken. Even een ander beeld. Spanje is zo leuk. Net 3 bier. Inktvisringen op het platteland. Dat is Bravas. €8,10. Dat is nog eens lekker, hè? Beneath the starry sky. In de natuur kamperen. Je moet toch douchen. Soppie. Zak en een boom. Douchen. Heerlijk. There was a girl like me. There was a boy like you. She made him sing like Elvis. Was she feeling blue? Dit is wel een heel apart bruggetje, daar mag je maar je eentje op. 180 meter lang. Ziet eruit alsof die elk moment kan collapsen. Maar ik ben er overheen. Oké.
aangekomen in San Sebastian. Oftewel, ik heb de hele weg afgelegd van Portbou aan de oostkust, nu naar San Sebastian aan de westkust. Het scheelt hier ongeveer 15 tot 16 graden met waar ik vandaan kwam. Afgelopen nacht, of gisteren, heb ik nog te maken gehad met 37 graden. Vannacht was bijna niet te harde in het busje, weinig geslapen, dus vroeg naar San Sebastian toe gegaan. En het is hier in één keer 22 graden. Maar dat is de ideale temperatuur om te gaan genieten van al het lekkers wat Donostia, want zo heet het hier eigenlijk, als je het in zijn Baskisch vertaalt, te gaan genieten van alles lekkers wat hier te vinden is. En geloof me, tapas heet hier pinchos en die zijn hier waanzinnig. Mocht je dus nog even willen kijken, al dat lekkers komt vanzelf voorbij. Blanco, Mejillones Vinaigreta y Marinera. Bye. A lovely day, a perfect sky, a fluffy cloud way up high, angelic voices in the air, it's all up there, it's all up there, to live forever, that's the plan. Doel is bereikt. Ik sta dus in San Sebastian aan de golf van Biscay. Gisteravond waanzinnig lekker gegeten. En rest mij nog één ding, is even snel de temperatuur voelen van het water hier. Zoals je ziet, het is een bewolkte dag. Het is ook nog rete vroeg, maar goed, ik ben niet de enige op het strand. Er zijn al wat mensen aan het zwemmen. Goed, einde van deze reis, einde van deze trip. Mooi ritje. Ja, moeite waard. Vamos.